Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Sorry dat we 3 weken niet hebben geüpload. Vanwege dat gaan we een extra lange video maken. Nou, ook weer niet al te lang. Maar ja, sorry daarvoor. Maar vandaag gaan we dus voor karper vissen. Op karper vissen, sorry. En we gaan met iets heel speciaals vissen. Dat zien jullie wel als we daar zijn. Tot zo. We zijn de mensen en de vishangels die staan al klaar. Laat even in de comments weten wat we als aas hebben. Ik laat het jullie zien. Maar pauzeer eerst eventjes de video. Jullie zagen het al misschien. Maar pauzeer eerst even de video. En laat zien zeg even in de comments wat het is. Het is Kams Smak, oftewel. Het is van Unox. We zijn er niet door gesponsord. En we zien jullie wel bij de vis. Tot zo. Mensen, Marco die heeft weer wat. Een kleine voren. Maar kan best. Moet ik ook een beetje op mijn haak letten, dat hij er niet straks achteraan gaat. En dat schijt nog op mijn hand ook, zie je? Kijk. Vissen. Oh ja. Je ziet het daar ook nog, stront van het beest. Wel bloeden, een beetje, als jullie het kunnen zien. En we zien jullie wel bij de volgende vis. Mensen, ik heb zojuist de voren gevangen nadat Marco een brazempie heeft gevangen. Vrij groot beest. Het haakje eruit. Waar zit hij? Het haakje? In zijn oog. Oh nee. Kunnen we zelf uithalen? Dit is dan het ding. Mooie voren, man. Hij heeft ook command gescheten. Lekker. Godverdomme. Oh. Nou, hij is meteen terug. Hij heeft zichzelf al teruggelaten in het wild. Mensen, hoor. Mensen, ik loop even weg om wat te doen. En er zit een gekke vis hier. Wachten. Relaxed. Holy shit. Sorry. Oh, Jezus. Kijk naar mijn hengel. Kijk naar dat stuk. Ja. Hoe groot is dit ding wel? Dan pak die fucking... Wacht, relax jongen, relax. Dit is een karper. Dit is een mooie karper. En weet je wat het mooi is? Bij mij hangt er ook eentje aan. Dit is een grote! Dit is echt een grote, Mika. Dit is mijn grootste. Leg je hengel neer en pak je telefoon open. Oké. Holy shit. Dit was degene die steeds... Ik zit echt helemaal te trillen. Dit is echt een pixie. Holy F. Dit is de grootste die we hier hebben gevangen. Holy, ik tril helemaal gewoon van de schrik. Dit is je persoonlijke recordkarper, Mika. Wil je hem zelf vast gaan houden? Nee. Jullie zien misschien ook een beetje de camera trillen. Holy shit, vriend. Wat er dus eigenlijk gebeurde. Ik stond dus ongeveer daar. Maar ik stond dus daar. En Marco zegt: Mika, je hengel. Ik ren gelijk naar mijn hengel toe. Mika? Hij werd daar door dat vastgehouden. Laatste blik. En dan gooi je hem terug. Dit, is, wow, dit hebben we met kijken. Smak gevangen. Eerste karper met effing smak, joh. Nee, want ik heb er ook nog een aan de haak. Oh, ik ga het zo zien. Maar we blijven doorfilmen. Deze gaan we teruggooien. Jezus Christus. Relax, jongen. Er kan niks gebeuren. Hij gaat vanzelf terug. Als jullie mijn hart konden voelen, ik zweer. Joh, ding. En ik heb er eentje, jongen. Ja. Stil. Als je nou stil staat, kan je het beter zien. Ik heb er eentje. Dat wil je niet weten. Die is nog groter dan die van Mika. How do you know for sure, boy? Dat weet ik 100% zeker. Let op, daar komt-ie. Groot.
groter dan die van mij. Wow, die is groot. Ja, jongen. Die is nog ik kleiner. Ik heb hem wel goed ingeslikt, dus ik heb even een beetje nodig. Het is echt. Het wordt hier ook vrij koud. Ik weet niet of ik tril van de koudheid of van. Of van de trotsheid dat ik die vind, dat ik dat beest heb gevangen. Zo. Ja, maar dat is geen karper, dat is een vorentje. Dit is ook een karper. Ja, klein. Dit is een Europese karper. Die ja. Ogen, mensen. Jullie zien het misschien dus anders, maar voor ons. Jullie zien het gloeien, maar voor ons is die zwart. Ik ga hem teruggooien. Ja. Dan gaan we opruimen. Dan gaan we naar huis. Dan gaan we naar huis. Oké, stop hem maar. En we, ja, we zien jullie zo bij de outro. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik was net aan het opruimen waren, was ik heel erg blij. Ik was echt helemaal aan het space gewoon. Ik was heel blij dat ik die vis had gevangen. En Marco die vond ik wel grappig dat hij zei, die voor mij is veel groter en zo. Terwijl dat niet klopt. Maar ik zie jullie wel weer bij de volgende video. Misschien over 3 weken, misschien over 2 weken of misschien wel. Volgende week. Maar dan zie ik jullie wel weer. Tot later.